na 7 of 8 jaar de Ford Focus gehad hebben en heel veel plezier daarmee gehad hebben, naar allerlei shows geweest en dergelijke, heel veel in Engeland geweest met de auto, kwam er op een gegeven moment een moment in mijn leven dat ik dacht, ik ga iets anders doen, ik wil iets anders. Nadat ik een paar keer was aangehouden met de Ford door de politie, geen bekeuring gehad, maar puur over het feit dat hij te veel herrie maakte, en waarschijnlijk door mijn leeftijd kwam ik daar iedere keer mee weg, kwam ik toch op het idee om iets anders te gaan zoeken. En toen kreeg ik het idee, joh, ik wou een elektrische auto kopen, een Toyota BZ4X. Maar toen vonden mijn autovrienden dat geen optie was. Je gaat niet zo'n auto kopen als er ook zoiets bestaat als dit. Nou, dat dit bestond, wist ik niet. Ik had ooit wel eens een Kia EV6 voorbij zien rijden. En dat vond ik allemaal wel grappig. Maar ik dacht toch ineens weer aan een gezinsauto. Ik dacht, we gaan van 2 auto's over naar 1 auto. En toen had ik filmpjes gezien van deze auto, met de drag racer, met allerlei hele bijzondere snelle auto's. En daar vond hij het makkelijk van. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. Deze hebben 585 pk, 740 Nm aan koppel. En die gaan van 0 naar 100 in 3,5 seconden. En van 0 naar 200 in bijna 12 seconden, net iets meer dan 11 seconden. Topsnelheid 260. Nou, ik denk dat er weinig elektrische auto's zijn die dat ook kunnen. Toen ik in april bij Kia kwam om een order te plaatsen voor deze auto, had ik eigenlijk al pech, want ze waren allemaal verkocht. Alleen de verkoper kon me tonnen blij maken. Dat had toevallig diezelfde dag of de dag daarvoor had iemand deze witte geannuleerd. Die had deze auto in januari 2022 besteld. En die april 2022 was de auto nog steeds niet te leveren. En die hebben toen afgezegd. En hebben gezegd, dan neem ik deze witte wel. En die zou dan in september, oktober 2022 geleverd worden. En dat heeft toch wel iets langer geduurd. Want het werd iedere keer een maand langer en een maand langer. En ik werd af en toe ook wel wat ongeduldig. Ik had ook nog nooit van mijn leven een nieuwe auto gekocht. Dit is de eerste nieuwe auto die ik ooit in mijn leven gekocht had. En dan ben je toch wel een beetje ongeduldig. Dan denk je, kom nou eens met die auto. Zelfs mijn vrouw die kreeg af en toe een beetje medelijden met me. Die zei ook, joh, blijf nou rustig, die auto die komt vanzelf wel. En op een gegeven moment kwam die dus ook, zo blij als een klein kind. En toen ging ik ermee rijden. En dan heb je dat GT-knopje op het stuur zitten. Nou, dat is wel zo verschrikkelijk heftig dat ik gebruik hem eigenlijk zelden of nooit. Dat is misschien jammer, maar als je hem in de sportstand zet, dan is hij al zo verschrikkelijk snel en ik wil graag mijn rijbewijs houden. Er zit een driftmodus op, je kan de voorwielen uitschakelen, dat je kan gaan driften over rotondes. Dat is aan mij niet besteed. Ik vind het heel leuk om zo'n mooie, grote, snelle auto te hebben. Maar om daarmee te gaan racen of het circuit op te gaan, dat ga ik niet doen. Je kan zelfs in de GT-stand kan je de vering aanpassen. Ik geloof zelfs ook nog de rembalans kan je allemaal aanpassen van deze auto als je het circuit op zou gaan. Nou, dan heb ik slecht nieuws van deze auto, dat gaat niet gebeuren. Wat ik wel mis ten opzichte van mijn Ford, van de Ford Focus RS, is het geluid. Dat is toch wel een minpuntje van deze auto, dat je dat niet kan beleven, dat geluid. Ik ging hem ophalen, er waren een paar autovrienden van me meegegaan met Wiesman en Ferraris. En op een gegeven moment gingen we daar zo linksaf een grote, brede, provinciale weg op. Toen had ik dat knopje even ingedrukt natuurlijk, ik wou laten zien wat hij kon. Ik wist het zelf ook nog niet. Maar ik schrok me helemaal rot. Ik heb het ook 1 keer gedaan met mijn vrouw in de auto met dat knopje. Nou, die gilde gelijk de hele buurt bij elkaar. Dat mocht ik nooit meer doen van haar. Ik heb ook gezegd, als ze ooit de auto zou gebruiken, dat ze echt op moet passen, dat ze niet per ongeluk onder het rijden dat knopje aanraakt. Want de auto verandert zo verschrikkelijk. Ik zit veel langs de weg. En ik heb zelf ook heel veel moeite om een GT te herkennen onderweg. Inmiddels weet ik het. Aan de voorkant heeft hij hier een verticaal segment lopen en bij de gewone loopt hij horizontaal. De GT heeft 21 inch wielen met die groene remklauwen. En aan de achterkant heeft de GT ook 2 verticale reflectors en de gewone EV6 heeft het horizontaal. Dat zijn maar 2 hele kleine minieme dingen waar je het aan kan zien, of de velgen, dat is eigenlijk het grootste. Want deze GT-badge achterop, er is ook een GT-lijn,
En dan staat er ook GT en dan met hele kleine lettertjes onder lang. Het groen van de remklauwen en het groen van het GT-knopje op het stuur komt terug ook in de stiksels in de stoelen. En ook in het stiksel in het stuur zit ook mooi groen verwerkt. Zelfs de achterbank hebben ze ook niet vergeten, daar komt dat groen ook weer terug. En de achterbank heeft ook verwarming, die kan je instellen. De stoelen hebben verwarming. De gewone EV6, die hebben ook ventilatie in de stoelen en de achterbank. Maar de GT heeft het niet, want de GT heeft kuipstoelen die extra laag geplaatst zijn vanwege het zwaartewicht. Zwaartegewicht. Zwaartepunt. Zwaartepunt, dankjewel. Zwaartepunt. Waar ik nu woon heb ik 56 zonnepanelen op mijn dak liggen. Dus ja, zolang ik maar niet meer dan 350 kilometer per dag rijd, kan ik in principe gratis tanken. Het is natuurlijk niet helemaal gratis, want die zonnepanelen heb ik ook niet gratis op mijn dak gekomen. Die heb ik ook moeten betalen. Toen ik deze auto kocht, zei die vertegenwoordiger tegen mij, ik zeg, joh, wat is nou de werkelijke actieradius van deze auto? Nou, zei hij, de fabriek zegt 426, hij zegt, maar reken maar 3,5. Ik zit meestal zo rond de 320, want ja, het blijft toch altijd wel verleidelijk om een keertje gas te geven. En de dagen dat ik meer dan 300 kilometer rijd, dat zal alleen maar wezen als ik op vakantie ga. Of ik er wel eens spijt van heb? Toch ja, en ook een beetje nee. Want ik vind het toch wel heel jammer dat ik dus financieel niet bij machten was om de RS te houden. Maar goed, als ik de RS had gehouden, dan was dit verhaal misschien toch ook wel lastig geworden. Plus de RS stond altijd dag en nacht binnen. Ik ben inmiddels verhuisd en waar ik nu woon kan deze ook niet dag en nacht binnen staan. Ik ben wel bezig om een carport te realiseren dat in elk geval een beetje afgeschermd staat. Dus de RS, ja, ik had hem misschien wel willen houden vanwege zijn nostalgie en de auto reed echt verschrikkelijk goed, want als je er ook in Duitsland hard mee reed op de autobaan, je kon bijvoorbeeld 200 rijden met één hand aan het stuur. De auto ging nooit ergens heen wat jij niet wou. Dit was zo'n goede wegligging. Maar dat ervaar ik bij deze ook. En ondanks dat hij heel zwaar is omdat het een elektrische auto is, laat hij zich zo gemakkelijk sturen, ook door de bochten, over rotondes of iets. Het is gewoon een soort wolf in schaapskleren.